shalom, yake shalom, shalom aleichem ve'al kol Yisrael. Mooi. Spierpijpen krijgen. Zo hard moet je. Geweld op de steden. Maar het doekje door mijn benen is al het ding toch weg. Ik heb ook spierpijn in mijn benen. Maar nou, dat loopt goed. Ja, dat zei ik. Alleen nog spierpijn in je armen. Mister, er liggen hier twee naast. En spierpijn in je hoofd. Oh nee, ook heb je geen spieren. Ja, wordt het al wat jongens? Ik ben nu aan het ademen. Je moet keihard duwen. En niet van die lange halen, kleine haaltje. Tjak, 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 tjak. Dat ik daar een strijd om een foto te maken. Wij zitten hier nog. Het is van verschillende kranten dit geloof ik. Ja, ik heb al spierpijn. Oh ja! Wat Marijn! Marijn, Marijn! Mag ik even een tussenstop? Ga eens weg met die handen. Ja, die zijn wat anders aan het doen natuurlijk. Ja. Middendeel, dat en dat. Dus zo'n H moeten jullie maken. Niet in het restlooster. Ik heb toch een paar kinderen. Spijker is eigenlijk twee kinderen van het VWO. En voor de anderen is er ook een woord om trots op. Oké, jongens, we gaan vegen. Met z'n tweeën met één lap en heel goed moenen. Ja, goed zo. Wow, zo die. Ja, oké. Nou hè, ja, zomaar. Hartstikke mooi hoor, wat jullie doen. En een mooie lied erbij, hè? Tenminste, dat is goed. Ja, ja, we hadden het verhaal in de klas over Polen en Helena komt uit Polen. Ja, woont nu in Nederland, maar Helena woont in Polen. Ik kom uit Nederland! We hebben gekeken waar Polen ligt. Alleen maar een beetje uitgebouwd. Want die kampen daar waren. Ga ze even poetsen. Ik moet op ga ze even vegen. Met de lap? Ga ze even vegen met de lap? Oh, nou jullie hoeven alleen nog maar een klein beetje met de hoekjes. Dat is heel hartstikke mooi. Ja, we gaan alles poetsen. Ja, dan duwen op die hoekjes duwen. En dat de wil. Jullie geweldig gedaan hebben, jongen. Gezegd iedereen, ga maar daar, even in een kring, weet je. In een kring dat die stenen tevoorschijn. Daar, bij die bestelwagen. Ja. Ja, dan zitten we elkaar niet in de weg.
En dan wil ik dus aan deze kant drie kinderen. Dus eentje zit hier. Eentje zit hier, twee zitten daar, die nog niet zijn geweest. Klopt dit? Zijn jullie, ben je al geweest? Ben je al geweest? Nee. Nee? Nee? Oh, kijk maar. Ja. 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 Wie is nog niet geweest? Maar die zit, zit. Waar de meester het over had, zit, zit. Over dit meisje. Ja. En haar broer. Wie is nog niet geweest? Ja. Kom maar hier, ga jij hier. Kijk maar, wat Sophia Bertha Davy. Hier. Haar ja, neem je moet hier. Vriend. Jongens, in de klas hebben wij, een foto gezien van Fietje Levi. Nou, die woonde hier. En Fietje staat er ook op. Alleen er staat hier Fietje, er staat Sophia. Ja. Dat is haar deftige naam. Ik heet Johannes, maar ze zeggen altijd Hans tegen mij. Nou, Sophia is dus deftig. Maar Sophietje, dus Fietje, dat is, ja, zo werd ze gewoon genoemd. Ja? Oké. Okay. Ga ik alvast eens. Een beetje daarin. Dat is de opperwachtmeester van Zuidland. Ja, kom op. Ja, komt de jongens. Sinterklaas! 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 Zwarte Piet! Zwarte Piet! Zwarte Piet! Zwarte Meneer de Haan. Oh, meneer de Haan. Die kinderen gaan ook proberen voor te lezen. En lekker hard, want er staan camera's aan, zodat het ook een beetje te horen is. Daarna wordt er gepoetst. Op een beetje ligt een steen van Vries. Een Vriesje staat in de lesbrief. Die hebben wij op foto gezien. En daarom wilden we hier eindelijk in plaats van. Dat is allemaal steeds gedaan. Behalve deze. Jongens en meisjes, we gaan naar de slag. Willen deze kinderen er ook weer omheen komen? Maar daar ergens. Zodat je er heel hard. Hier wonen we. 24. 4-6, dus 4 juni. 4-6. 9-10. 9-10. En wie gaat deze voorlezen? Ik ga hier staan. Misschien wel de wethouder eentje voorlezen. Oeh ja, dan ga ik een beetje de bril op erbij pakken. Even leven. Probeer, nou, ik ga het proberen van afstand. Hier woonde Pinas Jacob Levi. En dan gaat even, wie kan me helpen met de geboortedatum? 1887. En vermoord 1943 ook in Sobibor. Ligt in Polen. Ja, ligt in Polen. Ja. Ja. Nou, nou stoppen maar jongens. Gaan we. Ja. Als de wethouder nou bij Lieke gaat, dan krijg je dat maakt niet zoveel uit geloof. Nou, ga je er nog bij? Ja, tuurlijk, ik heb ook een hoofdje, daar gaat het om. Je moet het allemaal samen doen, jongens. De meeste hebben ze op school maar ook helemaal de lessen daarvan gekregen. Nou, we hadden weinig tijd omdat het ineens heel plotseling was. Dus we hebben even in de lesbrief gedoken, vooral de foto's bekeken. En ik heb het verhaal uitgebreid verteld. En hoe het heette deze steen? Jongens, kijken jullie even 30 centimeter even naar buiten. Is een beter. Nou, hoe heet het ook weer? Levi. Levi, de achternaam. Ja, maar de steentjes, hoe heet die steentjes? Ja, dat is een moeilijke. Steentjes. Je hebt ze heel goed. En hoe heet ze ook wel? In het Nederlands, gewoon normaal Nederlands woord. Stenen, struiken, maar die is van goed zeg van jou. Goed hoor, hé.
Je hebt je les geleerd. En weet u hoeveel je nou totaal hebben gekost? Applaus maar ook, hoor. Ja. Jonge dame daarachter, een beetje daarin. Nog een weg! Ja, verder! Het is maar één! Je bent groot, hoor. Nou, komt ie, hoor. Jongens, kom eens hier. Riet. Die vond het wel leuk om even iets uit te delen. Zijn rozijntjes. Hey, goed zo. Lekker alles neerzetten zo. Heel mooi. Kijk uit jongens, aan de kant blijven. Oh, er is wel bij je. Laatst geweten. We zijn benieuwd, we gaan ons aan. Maar in de bal school, het is de bedoeling dat school ook erbij. Dat lijkt me wel. Oké, allemaal. Allemaal die rare foto's staan erop. De school met haar konden echt bij de kerk weg. Hey, hoi. Hey, hè, ik ben de hun ook. Het is nu pas 2019. Ja. Hoe kan hij nou in 5610 overleden zijn?
Joden beginnen hun jaartelling veel eerder dan wij. Wij zijn begonnen met tellen bij het verhaal van Jezus. Jezus werd geboren met kerst, weet je wel. Dat noemden ze vroeger het jaar 1. Nou, dat is dus nu 2019 jaar geleden. Maar de Joden die zijn veel eerder begonnen met tellen. En die zitten nu al op 5000. Kijk, deze is 5614 gestorven. En daar 5613. En hier weten we hoe het zit. Hij is gestorven 23 Shabbat. Ja, dit is ook een en dit is een B. Wat doe je hier, dat is de A. Nee, D. Wat doe je? Ja, de A. Ja. Dit is de A. Dit is de R. R. Dit is ook niet de vertaling. R. R. Doei. Ik heb Nadine geiten gaan. Ja, geiten gaan, ja.